Hallo allemaal, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag weer een ATC'tje maken. En ik ga daar weer de Victorian Dreams collectie voor gebruiken. En weer de ATC-mal. Ik ga nu op de buitenste stansmal ga ik werken. Daar heb ik aquarelpapier van genomen, 300 grams. En wederom gaan we met de nieuwe inktjes werken. Dit zijn de drie inktjes uit de Victorian Dreams collectie. Waterreactive inkten. En die ga ik weer op mijn craftsheet aanbrengen. We misten met wat water. En ik haal hier mijn papiertje doorheen. Gewoon een beetje deppend. En ik pak nog een beetje paarstint. Ook weer wat water. En hier en daar eventjes wat in te pakken. Nou heb ik hier nog een restje papier. En daar wil ik ook nog wat inkt voor oppakken. Want dit restje papier ga ik straks ook gebruiken. En in die tussentijd kan mijn ATC'tje drogen. En dit is juist leuk, hè? Al die druppeltjes, om dat ook te proberen op te pakken. Dit restantje even weghalen. Pakken we nog één keertje. De roze. En dan ga ik gewoon tappend. En die ook. En nu mag dit weg. Gaan we dit eventjes drogen met Hito. De volgende stap is dat ik mijn achtergrondpapiertje, mijn gekleurde achtergrondpapiertje, dat ik die door mijn Big Shot heen ga halen samen met dit stencil. Dus ik ga eigenlijk embossen met dit stencil. Ik ga kijken of ik het in beeld kan brengen, maar ik hoop dat het gaat lukken. We pakken hiervoor het standaard platform. Dus de flappen die zijn er vanaf. De tap 1 en de tap 2 die slaan we open. Dus het is echt het kale platform. Dan komt het snijmat erop. Dan leggen we het stencil erop. Mijn papier. Nou, dat probeer ik even een beetje te gokken. Ik ga even goed boven gaan staan. Dat kunnen we eigenlijk een beetje zo. Dat hij mooi recht komt. Dan heb je van Sissix ook een emboss en transfer set. Ik weet niet of ik het makkelijk in beeld kan krijgen. Daar heb je dan het embossingmatje voor. Dus die ga ik voorzichtig neerleggen. En het impressing plaatje. Dat zit dus ook in die set, hè? Van Sissix. Nou, en dan moet hij er doorheen. En het gaat best langzaam. Of langzaam, makkelijk, licht. Nou, even verwijderen.
Een bossingplaatje. Een matje. Nou, de afdruk is heel licht te zien. Stencil eraf. Nou, de embossing is heel lichtjes te zien. Dan ga ik kijken of het lukt om nu met wat witte acrylverf. Dan doe ik eventjes niet te veel. Pak ik mijn breien. Dan gebruik ik gewoon mijn craftsheet eventjes als verfpalet. En dan gaan we eens kijken of ik hem tevoorschijn kan krijgen. Door heel lichtjes eroverheen te rollen. Dan ben ik hier dus al te veel inkt aangebracht. Dus ik had mijn breier iets meer van tevoren moeten afrollen. Nou, en nu komt het wel iets tevoorschijn. Nou, dit geeft dan wel een crunchy effect, maar dit kunnen we waarschijnlijk wel een beetje gaan verbloemen. Deze gaan we gewoon eventjes aan de lucht laten drogen. En kan aan de kant. En dan ga ik eventjes met dit gekleurde strookje aan de slag. Op dit reststrookje ga ik het vlindertje gebruiken uit de Peony stempelset. Dat doen we op een acrylblokje. Die gaan we met de Versa Fine Claire Nocturne inkt beinkten. Even de tijd geven om in het papier te trekken. En ik ga hem eventjes drie keer afdrukken. Ik weet niet of ik ze alle drie ga gebruiken, maar zo doen. Dan moet ik deze weer eventjes de tijd gunnen om de inkt in het papier te laten drukken. Zo. Gaan we dit uitknippen. Nou, zullen we eens kijken of die droog is. Zullen we ze iets meer laten afsteken. Dan ga ik die paars even voor gebruiken. Met een blendingborsteltje. Pak eventjes een Sharpie. Kunnen we de randjes eventjes voorzien van een zwart randje.
En we hebben natuurlijk ook nog de leuke washi tape. Een washi tape erbij gaan pakken. Kijken wat we daarmee kunnen doen. Zo. Dan kan er eentje hier komen. Hier komen. Of om die bloem te laten zien. Zo. Die in het midden. Zoiets. Misschien nog eventjes wat stempel op de achtergrond. Nog wat achtergrondtekstje. Dan kunnen we eventueel deze voor gebruiken, de script. Ga ik gewoon uit de hand doen. En die wil ik dan... Wat zullen we doen? Nee, die gaan we met grijs in de achtergrond stempelen. Ook hem in de hand. En dan doe ik hem hier en daar. Afdrukken. Dan mag gewoon over de washi tape. Dan gaan we de vlindertjes opplakken. Gaan we even de tentakels nog erbij tekenen. Daar pak ik een Write for All stift voor. Kunnen we misschien nog wat witte accenten aanbrengen. In het vlindertje. Misschien langs het lijfje of zo. Of in het lijfje. Om het zwart terug te laten komen wil ik eventjes met zwart de rand aan gaan zetten. En dat ga ik met een pasta doen. Daar gebruik ik dus de Cadence Distress pasta voor. Dan pak ik een heel klein beetje op mijn spateltje. En met een sponsje ga ik langs de randen.
Dat geeft ook gelijk een beetje een distressed randje. Dan gaan we er nog een tekstje bij doen. Die komt dan uit de stickerset. De Nederlandse. En daar pak ik dan Pluk de Dag uit. En die haal ik. Een beetje. Kijken of die recht zit. Even oppassen, want de rand is nog nat. Pluk de Dag. Nou, om hem iets meer te laten opvallen, moet er eventjes met zwart een randje getrokken worden. Daar pak ik dan ook die Ride for All voor. En ik denk dat ik het maar gewoon een beetje een dubbelrandje ga maken. Omdat ik hem toch niet echt recht kan krijgen. Dus dan kunnen we maar gewoon beter gelijk een soort doedelrandje doen. En dan is het net een of het zo hoort. Nou, de ATC heeft natuurlijk normaal ook gesproken een achterkantje. Dan gewoon eenzelfde kaartje uitgestanst. En we hebben ook het stempelset ATC Embellishments. En daar zit de achtergrondstempel in voor op een ATC. Pak ik even een kleurblok. Kijk of die hierop past. Dat gaat net. Zo. Gaan we met een zwart beinkten. Dus dat is met die Versafine Claire Nocturne inkt. Even goed voorzien van inkt. En die gaan we eventjes aftrekken. Proberen in het midden. Ik zit er niet goed voor, maar... Dan laten we ook eventjes de inkt in het papier trekken. Dan kunnen we het even de tijd. Kijk, en dan hebben we een hele mooie afdruk. Even een beetje dichterbij houden. Dat is leuk, hè? Dus dan kun je een titel van je ATC'tje doen. De naam van wie hem gemaakt heeft. De datum dat hij gemaakt is. Nou, en dat kan dan achterop je kaartje. Ik zal hem gelijk eventjes verlijmen. Nou kijk, ik zal hem eventjes van dichtbij laten zien nu. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het meekijken. Vond je het filmpje leuk? Vergeet dan niet om een duimpje te geven. Ben je nog geen volger? Abonneer je gelijk. En ik zou zeggen, tot een volgende keer.